Welkom bij de expositie over Piet Ekel, alias Malle Pietje. En een gedeelte Zwiebertje waar hij natuurlijk zijn succes aan te danken heeft, hier in Museum Soest. Nou, eerst zal ik even wat uitleggen over het ontstaan van de serie Zwiebertje. Want dat is natuurlijk allemaal begonnen met boeken van John uit de Boogaard. De boeken zijn hier te zien in deze vitrine. Dit is ook de eerste vitrine van de expositie. De boeken van Zwiebertje. Er zijn er een aantal uitgegeven. En John uit de Boogaard is de schrijver geweest van Zwiebertje. En die wilde er op een gegeven moment een televisieserie gaan maken. Zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. Het eerste boekje wat hij schreef is uit 1936. Dus ik ga nagaan hoe lang ze eigenlijk al met Zwiebertje bezig zijn. De serie Zwiebertje is dus ontstaan uit de boeken van John uit de Boogaard. Het eerste boek was dus, ik zei net al, 1936. En in 1958 was de eerste televisieuitzending van Zwiebertje. Het ging toen nog alleen over Zwiebertje, Joop Doderen. Gespeeld door Joop Doderen. Die zat er dus vanaf het begin al bij. En dat was altijd een gevecht tussen Joop Doderen, oftewel Zwiebertje, en de veldwachter Lou Geels, oftewel Bromsnor. Die trouwens in het begin, Bromsnor, werd door iemand anders gespeeld. Maar die twee hadden het dus altijd met elkaar aan de stok. Maar die verhalen waren op een gegeven moment afgelopen. Toen dacht John, hier moet ik wat mee. En na 1958, eigenlijk pas vanaf 68, kwam er iemand bij, Piet Ekel, en daar gaat deze tentoonstelling ook over. En daarover zometeen meer. Wat heb ik? Ja, één stuur. Nou, laat die glimmen, hè? Het glimt ook nog lekker. Ja, voor me klaar. Zo, voor me klaar. Nou, dan hebben we zo wat af. Ho, wacht even. Er zit geen bel op dit stuurtje. Heb jij niet een bel? Ja, het leuke van deze tentoonstelling dat we niet alleen het originele pak van Piet Ekel hebben, alias Malle Pietje uit de serie Zwiebertje, maar natuurlijk ook van de hoofdrolspeler Joop Doderen, oftewel Zwiebertje. Een pak wat hier in de vitrine hangt en wat helemaal versleten is. Zijn originele overhemd hangt erbij. Af en toe wisselde hij nog wel eens, had hij een bruin jasje aan, maar dit kostuum is ook gedragen in de serie. Daarnaast zijn originele broek, ook versleten, met een soort van zatdoek gedeelte erop. Zijn originele schoenen, ook helemaal versleten. Via iemand anders die ook exposeert, heb ik een leuk schilderij van Zwiebertje nog gekregen. En natuurlijk het hoogtepunt, zijn hoedje. Het unieke hoedje waarvan eentje maar in Nederland is. En die ik ook speciaal voor deze gelegenheid elders hier in het land opgehaald heb. Ja, Piet, ik weet precies waar je voor komt. Kijk, de hele boel. We staan met een stom aan te staren. Ja, ik dacht het. Nou, wat dacht je? Nou, ik dacht, ik kwam hier voor Saartje onderweg tegen. Nou, je gaat Saartje niet belachelijk maken, hè? Nee. Ik waarschuw je, hoor. Het ging om jou. Mij? Ja, ze zei dat je er zo koddig uitzag met dat rare motsie op. En dat korte rokje, je jarige kuiten en je blote armpjes. Maar niks van te zien ook. Ik ben van mezelf al mooi genoeg en dat kan jij van jezelf niet zeggen. Ja. Hop, we gaan de spullen oplaaien, opschieten. Kom op, we hebben geen uren de tijd. Welkom bij de achterzaal in Museum Soest. Want daar hebben we speciaal, daar hebben we gescheiden van Zwiebertje, de hele expositie over Piet Ekel, over zijn leven. Maar ook alles op thema gelegd. Want Piet heeft niet alleen Malle Pietje gespeeld. Nee, de man is heel veelzijdig geweest. Daarom beginnen we hier ook in de eerste vitrinekast met het begin van zijn werk. Namelijk het omroepgebeuren. Hij heeft hoorspelen gedaan. Daarvan hebben we hier twee foto's liggen. Hij heeft zoveel eigenlijk om op te noemen. Maar alles wat met de omroep te maken heeft, hij heeft in televisieseries meegespeeld. Hij heeft zelfs in de App Oorklep Show is hij als gast geweest. Voor echte punt moet je er niet van maken. Ze hebben wel een hele leuke shows. En door de avond weten ze een vriend te raken. En alle leden slapen als een roos. Een vereniging, meneer, dat is een ene ding. Een vereniging die biedt de mens al vast. Hij spaarde alles op het gebied van omroepen, boeken, van de AVRO, van de NCV. Want de NCV heeft natuurlijk al die tijd Zwiebertje uitgezonden. Alles wat ik gevonden heb op verzamel LP's, kinderliedjes. Overal zie je Zwiebertje op, komt overal in terug. De hoorspelen heeft hij er meer dan 1000 gemaakt. Hij heeft stemmetjes geïmiteerd. Hij heeft onder andere, misschien wel leuk om even te vertellen. Hij heeft een keer de stem van Bernard nagedaan waar de prinsesjes bij waren. En dat de prinsesjes op een gegeven moment zeiden, hey, daar is papa. Dus zo goed was hij met stemmetjes. En uiteindelijk is hij, doordat hij 50 jaar in die omroep heeft gezeten, bij Zwiebertje terechtgekomen. Maar daarover zal ik zo nog iets meer vertellen. Wat een autotoeter op een fiets. Nou.
Dan moet je weer sweet voor eten, hoor. Ja, laten we er maar om lachen. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is in deze expositie, is dat Piet op een gegeven moment een boek heeft geschreven over de omroep. Hij heeft daar allerlei achtergronden over verteld, hoe dat in zijn werk ging, over cabaret, toneel. Echt een heel compleet boek. En ik heb van mevrouw Ekel begrepen dat hij daar 2 jaar mee bezig is geweest. Want Piet was een echte verzamelaar. Ja, en Piet was op een gegeven moment zo'n succes samen met Swiebertje, dat er zelfs mensen waren in Nederland die ze nagedaan hebben. Imitators zijn, wordt dat genoemd. En dat waren de leuke gasten. En via de leuke gasten is dit beeldje geschonken aan Piet, wat hier in de vitrinekast staat. En daar ben ik, dat is toch ook wel een van de pronkstukken van deze tentoonstelling. De kers op deze taart is natuurlijk het originele kostuum of outfit van Piet Ekel alias Malle Pietje, zoals die in de serie te zien was. En dat is eigenlijk nooit veranderd geweest. Je ziet hier het originele bruine ripjasje, originele overhemd, originele das, originele schoenen. En ik heb ze bekeken aan de onderkant, ze zijn zelfs verzuld. Dus hij was er natuurlijk heel zuinig op en hij heeft alleen maar deze schoenen gedragen. Deze sokken, weet ik niet of die origineel zijn, die zien er nog heel mooi uit. De broek met de bretels. En natuurlijk in de andere vitrine het sigaretje, zoals hij dat altijd zei. Zijn originele portemonnee, zelfs nog originele munten die een beetje aan het verweren zijn. Zijn originele brilletje. Zijn zadoek, zijn zadoekje. Of hoe zei hij dat? Zijn zadoek. Zijn zadoek, hè? Ja, zijn zadoek. En ook een van de hoogtepunten is natuurlijk de smink. Die is daarachter te zien. De smink wat hij gebruikte voordat hij opging. Hij sminkte zichzelf. En het affiche wat in de etalage hing van het winkeltje van Malle Pietje. Dat is bijna vergaan, maar we hebben het kunnen redden. En de foto van later dat hij zijn koffer opendoet met de kleding. Ja, hoe uniek wil je het hebben? Daar nog een paar foto's met zijn kleding. We hebben dat een beetje op thema gehouden, dat het allemaal bij elkaar zit. En we zijn natuurlijk heel trots op dat beeld en geluid dit heeft afgestaan voor zo'n 3 maanden. Ik heb daar natuurlijk voor moeten tekenen, want het is cultureel erfgoed. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de laatste kast, of vitrinekast moet ik zeggen, van de expositie van Piet Ekel alias Malle Pietje. Ik blijf het zeggen, maar ja, wie kent hem niet in Nederland. En dat heeft te maken met bezoek aan de Paardenkamp. De Paardenkamp is natuurlijk een verzorgingshuis voor gepensioneerde paarden hier begin Soest. En daar trad hij op als Malle Pietje, als blikvanger die dag. Het kwam hij dus op een boerenkar aan. Heel veel belangstelling geweest. En een leuke anekdote is misschien om te vertellen dat zijn kleding paste niet helemaal meer. Want hij was natuurlijk wat dikker geworden, omdat hij wat minder bewoog dan in de tijd van Swiebertje. Piet was een veelzijdig man, want iedereen kent hem alleen als Malle Pietje uit de serie Swiebertje. Maar daarnaast heeft hij ook veel openingen gedaan van winkels, waarvan ook foto's te zien zijn hier. Reclames ingesproken of voor reclames gewerkt. Hij heeft Disneyfilms, heeft hij de stemmetjes voor ingesproken, ook voor sprookjes. De man heeft zoveel gedaan. Oh ja, niet te vergeten natuurlijk, voor Calimero heeft hij alle stemmetjes ingesproken. En begin jaren 90 is er van de serie, omdat hij zo populair was, op het hoogtepunt keken zelfs 6 miljoen mensen, want er waren natuurlijk maar 2 netten, hebben ze een dvd-presentatie gehouden met de cast van Swiebertje. En die is ook te zien hier, dat ze in Oudewater, bij Stadhuis, die dvd's in handen krijgen. Eén leuk punt is misschien al om te zeggen over Piet. Piet wist niet eens hoe hij een dvd-speler moest bedienen, dus dat moest zijn vrouw doen. En daarna heeft hij nog kunnen genieten samen met Gerry zijn vrouw van de dvd's van Swiebertje. En zo blijft het in leven. Naast het originele kostuum van Joop Doderen, alias Swiebertje, hebben we natuurlijk net ook het pak gezien van Piet Ekel, alias Malle Pietje. Maar we hebben ook nog van de andere castleden, burgemeester Rien van Nuenen, het originele pak hier liggen, en Van Saartje van Riek Schagen. Inmiddels zijn ze allemaal overleden en Piet was de laatste in leven zijnde van de cast. Op 90-jarige leeftijd is hij helaas gestorven in 2012. Kom deze expositie zien, want het is allemaal uniek materiaal.